Nein, Quatsch, Bart. Zo, hoor je mij? Dag Moshim. En nu is je telefoon te kijken. Je bent nu host, dus ga je gang. Moshim, kan jij mijn video, als ik host ben, ik kan niet mijn video aanzetten. Ja, nu wel, dankjewel. Goed zo. Nou, mooi. Ik zie in ieder geval dat ik, als het goed is, mijn scherm met jullie kan delen. En als het goed is, kunnen jullie mij nu ook zien. En als het goed is, ga ik nu even kijken hoe ik het voor elkaar kan krijgen. Hoe ik in ieder geval de chat eventjes actief kan krijgen. Dus ik ben nog even bezig, de chat. Ja, oké. Ik doe even één check. Kan iedereen mij goed horen? Dat doe ik even, dan kunnen we communiceren, omdat ik geen tweede man achter de, als een Zoom heb, moet ik eventjes erop vertrouwen dat de IT allemaal goed werkt. En als jullie mijn scherm goed kunnen zien, en ja, dan kunnen we in principe snel beginnen. Je moet de chat even op iedereen zetten, dan kunnen ze ook met jou communiceren. Ja, dat doet hij. Hij staat op iedereen. Okay. Mij aan iedereen. Dus even kijken. Hoort iedereen mij goed? Dat is wel een dingetje dat even dat goed moet gaan. En ik zie nog geen berichtjes, dus ik weet niet. Maar jij kan me wel goed horen. Oké, Patrick heeft de hand. Dus blijkbaar. Ik hoor je goed, Ronald. Ja, oké. Okay. Nou, blijkbaar werkt. Kan dat? Dat die, want jij ziet mijn berichtjes toch ook niet? In de chat? Jawel, ik zie ze. Je ziet ze wel. Ja. Oké, okay, maar waarom ik het vraag is omdat. Nou, nu staat hier. Wacht even hoor. Oh, nee. Jan, dankjewel. Het hoeft niet meer. Ik heb het al geregeld met Moshim. Ja, het is allemaal goed. Het loopt nu met Moshim, dus ik ga verder nu even met Zoom. Oké? Okay? Hey, dankjewel, man. Hey, hoi. Ik zie twee mensen, zie ik in ieder geval, die hebben hun hand opgestoken. Ik zie, ja oké, dat doet Harm. Even kijken. Kan iemand eventjes typen iets in? Kan iemand iets typen in de chat? Want als jullie kunnen typen in de chat, dan kun je dan mij er ook vragen stellen. Want anders wordt het wel een beetje saai, één persoonsrichting. Ik zie wel in ieder geval, ja, Harm zie ik. Dat zie ik dat Harm, dat Moshim die het opstart wel kan. Maar kan iemand van de deelnemers die nu luistert even iets in die chat zetten, zodat ik kan zien dat er chat staat uitgesteld. Dus even kijken. Nou, ik zie nog niet. Dat is vraag en antwoord. Oké. Okay. Er zitten wat mensen in de vraag en antwoord, maar het is de bedoeling dat we in de chat zitten. Nou, ik ga dan maar gewoon denk beginnen, want dit kost alleen maar. Maar ja, het is wel vervelend, want ik zie nu toch mensen. Oké, die zitten in de chat. Chat staat op uitgeschakeld. Oké.
Oké, okay, goed, 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 goed. Bij VNA. Oké, okay. Nou, dan is dat in ieder geval goed als iedereen in ieder geval zijn vragen en antwoorden. Want blijkbaar is die niet goed ingesteld, de chat. Ik krijg hem hier ook niet aangeschakeld. Dus als je bij het icoontje naast chat, dat is rechts bij VNA, vraag en antwoord kijkt. En je gaat daar gewoon je vraag stellen. Dan kan ik daar ook gewoon meteen het antwoord typen. En de bedoeling is uiteraard gewoon dat ik het vertel eigenlijk, want dan heeft iedereen er namelijk wat aan. Dus ja, ik kan niet die chat activeren. Ik doe nog één ding, één check. Iedereen. Oké, okay, nou laat het ook niet belangrijker maken dan het is. Goedendag iedereen, het is nu 11:55, dus ik ga gewoon beginnen. Iedereen die mij vragen wil stellen, laten we dan afspreken dat we dat nu doen. Via in ieder geval de VNA-functie, vraag en antwoord, omdat de chat-functie, die is blijkbaar uitgeschakeld. Maar ik kan prima zien met de vraag en antwoord. Ik zie Patrick, Herman, Winnie, Jozef allemaal komen met reacties. Dus dan zal ik daarop reageren. Dus laten we het lekker interactief houden als je vraagjes hebt. Het is een hectische markt op zich. Dus ja, ook daarover kunnen we eventjes het hebben als jullie dat leuk vinden. Ik begin eigenlijk altijd een beetje met olie en dan ga ik over naar aardgas. Ik heb dan nog... Even plukpower een grafiekje, maar we kunnen veel verder en ook andere aandelen bekijken. En misschien wat is nou slim om te doen. Arnold, ik heb de chat op iedereen gezet voor je. Nu moet het goed gaan. Oké, okay, dankjewel wederom. Dan ga ik eventjes kijken of dat inderdaad goed gaat. Even kijken. De chatfunctie. Ja, ik krijg nu geen checkfunctie, dus dat is dan wel weer verdrietig. Even kijken, hoe komt dat dan? Dat weet ik dus niet. Ja, waarschijnlijk is dat oké. Okay. Wacht even. Dan ga ik nog een keer iedereen. Oké. Okay. Kan iedereen nu de chat zien? Nou, ik denk dat dat nu eigenlijk wel goed gaat. Ja, ik zie daar de bericht. Ik denk dat Moshi hem met zijn toverhanden eraan gezeten heeft. Daar, Arjan zie ik ook reageren. Prima, Lucas. Goed, mooi. Nou, we gaan beginnen. We gaan er geen grote woorden meer van maken. Eigenlijk is het... De techniek die het ook mogelijk maakt dat we nu lekker vanuit onze woon- of werkkamer met elkaar kunnen praten. Nou, wat is er mooier dan deze dag op de beurs? Ja, ik zelf heb ook net gekeken. Ik schrok wel even van de beurs, hoe hard die omlaag gaan. Ik heb even snel een put-optie gekocht. Maar ja, dat is dan eigenlijk wat je als belegger graag wil doen. En dan kijk ik nu even naar waar die nu staat. Nou, hij staat nu 1 op 1,88. Dus hij is ietsje aan het herstellen. Maar hij staat in principe staat hij nog vrij laag. Je ziet ook dat die olieprijs enorm hard dan zakt. Dan eventjes een kleine, veert hij weer een heel klein beetje op. En dan zakt hij weer terug. Dus het is wel heel moeilijk om, zeg maar, nu in te schatten waar nou die koers heen zal gaan. In ieder geval, ja, die olieprijs heeft niks te maken met vraag en aanbod. Zeg maar, die eerste slide waar ik het nu over heb, dat heeft te maken met beurssentiment. De banken die natuurlijk zeg maar omgevallen zijn en dan weer gesteund gaan worden. En dan weer de vrees eigenlijk dat, als ik het heel simpel zeg, en ik weet niet of ik ben ook niet de expert of de econoom, maar is dat natuurlijk heel veel geld uitgeleend is in vroegere tijden aan risicovolle en techbedrijven. Ja, en die hebben dat geld allemaal gestald bij banken. Die hebben dat weggehaald omdat ze het geld zelf nodig hebben. En daardoor gaan steeds meer bedrijven zeg maar, dan aan hun kredietlijnen trekken. En als iedereen dat tegelijkertijd gaat doen, dan krijg je een probleem. Want zoveel liquiditeit hebben ze vaak niet. Want wat ik uit die stelregels begrijp, is eigenlijk dat je maar van al het vermogen... Wat ze bezitten eigenlijk wel 10 keer zoveel uitgeleend kan worden met de gedachte erachter dat niet iedereen op hetzelfde moment aan die geldkas gaat trekken. En als dat dus wel gebeurt, dan zijn die banken daar niet op ingespeeld en ontstaan er problemen. Maar goed, wat ik begrijp is, het blijft nog in ieder geval een beetje beperkt tot Amerika en de wat kleinere banken die niet onder verscherpte toezicht staan en ook niet gecontroleerd worden zoals bij ons onder het AFM. En die bankgroottes die zijn dan vergelijkbaar met half de omvang van ABN AMRO. En dat is zeg maar, in Amerika is dat eigenlijk vrij klein. Maar je ziet wel de enorme schrikreacties op de beurs. Dus ja, ik heb al 2 weken voor mijn abonnees, zeg maar, heb ik al gezegd, ik doe helemaal niks. Ik blijf gewoon zitten. Want je neemt meestal de verkeerde beslissingen. En vaak zie je dan ook wel weer een correctie komen weer omhoog naar de daling.
Het enige wat je kan doen, zeg maar, is of je besluit nu gewoon een gedeelte van je geld cash te zetten. Dus als dan de aandelen zakken, ja, je pakt dan nu wel een verlies. Maar goed, die kan je dan weer goed maken door goedkope instappen. Hè? Want ja, die bedrijven zijn echt niet veranderd. En het trekt allemaal wel weer aan richting de tweede helft van 2023. Of je blijft gewoon helemaal stilzitten. Maar ga alsjeblieft niet proberen vallende messen te kopen. Vallende messen te vangen, moet ik zeggen. Want je weet niet hoe laag het kan zakken. En als je nu cash hebt, laat wat lekker zitten. En we gaan dat niet besteden aan extra inkopen om te gaan middelen. Want als dan de beurs verder zakt, dan zit je nog verder in de problemen. Dus je kan beter, denk ik, cash houden wat je hebt en niet investeren. En dan hooguit, zeg maar, nog aanvullen met wat extra verkopen nu. Omdat je, zeg maar, je balans tussen je aandelen en je cash wat beter wilt hebben zitten. Maar alsjeblieft, voorkom te veel het spelletje wat veel mensen proberen. En dat is dan aandelen goedkoper te kopen in deze tijden, zonder dat de bodem gevormd is. Hè. Dus zelf koop ik echt straks wel ook weer, als de beurs hard is afgestraft, wel weer aandelen. Maar dat doe ik wel heel voorzichtig. En dan moet ik eerst zien dat die beurs echt weer aan het herstellen is. En dan mis je natuurlijk weer een klein ritje. Maar dat heb ik liever dan dat ik denk dat ik zeker weet dat ik de bodem goed kan timen. Want eigenlijk kan niemand dat goed. En dat is meer dan gewoon geluk. En dat is 50-50. Als je dat als percentages uitrekent, dus dat doe ik liever niet. Maar goed, terug eventjes naar de olieprijs. Ja, de reden dat de olieprijs nu hard zakt, heeft dus eigenlijk niks met deze factoren te maken. Dat heeft met de beurs te maken. Maar waarom ben ik dan nog toch positief over die aandelen? En ik schreef ook, dacht ik, gisteren of eergisteren op mijn website, dat ik het moment ga pakken om die aandelen, die olieaandelen te kopen tegen lagere koersen. Omdat ik er zelf van overtuigd bent dat die olieprijs gaat aantrekken. En dat hij nu zeg maar een 10% verloren heeft, dat wijt ik puur aan de beurzen en niet aan de verwachting dat er minder olie gebruikt gaat worden. En hoe kom ik dan aan die conclusie? Daar wil ik zeg maar met jullie even doorheen lopen. Nou, deze plaatjes die heb ik al vaak laten zien, dus ik wil er even wat losser doorheen lopen, anders wordt het ook alleen maar elke week herhalen van wat er nu speelt. Ik wil eigenlijk gewoon even de belangrijkste elementen eruit halen. En als jullie vragen hebben, zet ze dan gewoon in de chat, want die functioneert gewoon. En dan kan ik dan meteen op inspelen. Nou, we beginnen nu met gewoon met Biden. Van Biden horen we gewoon niet veel op dit ogenblik. Biden die wilde graag dat de olieprijs omlaag komt. Dat was goed voor zijn kiezers, dat is goed voor benzine. Hij moet ook die strategische oliereserves weer aan gaan vullen, hè, met 180 tot 200 miljoen vaten. Ja, en daar was zijn koersdoel beneden de $70. Nou, als ik nu kijk gewoon even snel op mijn Bux-appje. Wat zie ik dan? Even kijken, bij de WTI-prijs, nou, die zit nu rond de 3, wacht even, dat is niet goed. Nou ja, wel 3,4%, 70,05. Dus Biden die denkt nu ook van, nou, het gaat de goede kant op. Dus ja, we gaan kijken of hij in staat is inderdaad en of hij dat gaat doen. Volgens mij moet hij eerst nog 20 miljoen vaten moet hij verkopen in maart. Hè? Dat heeft de regering voorgeschreven, want dat was de afspraak. Dus ik denk dat hij pas in april, mei gaat inkopen. Dus het is belangrijker om straks even naar die futures te kijken. Of die olievolumes, die prijzen in april, mei, juni en verder goedkoper zijn dan die $70 nu. Dat verwacht ik wel, omdat in een neerwaartse trend, tenzij er echt een panieksituatie is. Nou, misschien straks eventjes live eventjes kijken. Maar dat die olieprijs richting de zomer wat verder weg kan zakken, dat zou nu op dit ogenblik met die hectiek op de beurzen best mogelijk zijn. Dus in ieder geval wat ik wil zeggen is dat volume moet nog teruggekocht gaan worden. Of dat nou op $60, $70 of $80 gaat gebeuren, dat is even wat minder belangrijk. Belangrijk is in ieder geval dat dat een extra vraag in de markt genereert. Van als je dat in een half jaar zou terug moeten kopen, dan zit ik op 1 miljoen vaten per dag. Nou, dat is een beetje te veel, dus waarschijnlijk zal die het over een heel jaar spreiden, om de impact niet te hoog te laten zijn. Nou, gisteren in mijn presentatie heb ik het ook gehad, dat was dan bij tradersvergelijk.nl, van die olieprijs dat je onder druk staat. Dat wordt natuurlijk gewoon veroorzaakt door het feit dat iedereen die posities heeft en die kiele middelen heeft, die richting cash wil schuiven. Of je nou aandelen hebt of goud, dan maakt dat niet zoveel uit. Daar wordt dan vaak afscheid van genomen. Soms wordt goud zeg maar ook gehouden, juist als het slecht gaat met de beurs. Maar de afgelopen jaren hebben ons verteld dat daar geen goede correlatie meer tussen zit. Maar die olieprijs zeg maar, is eigenlijk een weergave van de economie en de verwachtingen over de economie. En met de paniek en de rentestanden en de onzekerheid die er heerst,
wordt dan ook afscheid genomen van, door traders in ieder geval, door hun papieren posities grotendeels te gaan sluiten. Dus we gaan kijken hoe de markt straks, als die om 2:30, want er zit een uur tijdsverschil tussen 2:30 open gaat in de VS, hoe de markt daarop gaat reageren. Even kijken hoor, wat zien we nog meer? Ik zit eventjes ondertussen ook te kijken daar. Ja. Even te kijken hier. Ja, de prijzen, zeg maar, die bepaald worden, zeg maar, op de markt, hè, dat is dan Brent. En daar zat ik namelijk even naar te kijken. Dat verschil is ongeveer altijd $5. Dus je ziet dat de Brentprijs is nu ongeveer 76. En 70 voor de WTI, dus $5-6, dus dat is normaal. Dus daar is geen raar iets bezig. Dus je ziet dat over heel de markt eigenlijk gewoon die olieprijs nu aan het dalen is. Nou, we hebben, zeg maar, recentelijk eigenlijk geen nieuws over de oorlog, als we heel eerlijk zijn. Dat is niet anders dan vorige week. We hebben eigenlijk ook niet veel gehoord van de oliereserve. Die is met 1 miljoen vaten is die toegenomen, dus dat is niet heel veel. Dat was de week ervoor was ook 1 miljoen. Dus het lijkt dat er nu dat de vraag en aanbod in balans is. En de range van $75 tot $80 hè, voor WTI, die is nu eigenlijk verlaten. Hè, want we zitten nu richting de 70, dus die dik ondergezakt. Dus ja, ik ben benieuwd of OPEC hierop gaat reageren. Waarschijnlijk wel. Wil zeggen dat ze, zeg maar, de productie gaan verhogen, maar ik denk wel dat ze een soort eergisteren kwamen ze met het rapport uit, dat ze nog steeds verwachten dat die olievraag op peil blijft en gaat groeien met ongeveer 2,2 miljoen vaten gedurende 2023. Ik ben benieuwd of ze nog een soort marketing gaan doen de komende dagen om de markt gerust te stellen dat de olieprijs niet veel verder gaat dalen, omdat ze dan anders in zullen grijpen. Want het is uiteraard niet in hun voordeel. Het is niet in het voordeel van Rusland dat die prijzen hard zakken. Dus er zal wel wat actie kunnen gaan komen, mocht blijken dat de beurzen echt in elkaar gaan zakken, omdat het vertrouwen helemaal weg is in de financiële sector door het omvallen van meer banken of nog erger, zeg maar, het uitbreiden naar Europa. Wat hebben we nog meer? Nou, laten we even kijken bij de volgende slide. Nou, deze heb ik al vaak genoeg behandeld. En dat is eigenlijk dus wat voor factoren er nu eigenlijk een rol spelen buiten het aanbod en de vraag naar olie. En dat is dus de rente. Nou, dat zien we dus nu, rente. Het effect van wat er gebeurd is, dat de rente is veel te lang, veel te laag gebleven. Die is kunstmatig gedrukt, jarenlang. Gigantisch veel kredieten naar wat voor bedrijven ook. Dan op een gegeven moment moet er op de rem getrapt worden, omdat de inflatie uit de klauwen giert, zeg maar. En daardoor moet je op hele korte termijn heel snel die rente gaat verhogen. En dat doet bedrijven nu zeer. En niet natuurlijk de olie- en het gasbedrijven, die hebben er helemaal geen last van. Die hebben genoeg cashflow. Maar wel die techbedrijven en ook de jongere bedrijven, de startende bedrijven, die juist die kredieten zo hard nodig hebben om te kunnen groeien. En vandaar ook die run op die banken. En ja, nu zijn ze dus aan het nadenken, denk ik, in zowel de Fed als de ECB. Ja, is het dan niet verstandiger om nu eventjes niet meer de rente te verhogen en even de rust in de markt terug te laten keren? Ook al heeft dat misschien tot effect dat de economische groei daar dan wel last van gaat hebben. Omdat het misschien niet de meest optimale beslissing is. Maar de pijn blijkt nu zozeer te doen met die snelle renteverhogingen, dat de verwachting is dat we niet 0,5%, maar 0,25% omhoog zullen gaan. Even kijken. Nou, dan gaan we even kijken naar de volgende. Dit was het plaatje van vorige week, hè, van de olieaandelen gaan omlaag aan de recessieangst. Nou, dus daar is helemaal niks op aan veranderd. De Chinese vraag, die moet zich nog tonen. Hè. De eerstegene die dat zien eigenlijk, dat is Aramco, hè, de olieproducent in Saoedi-Arabië. Die krijgen namelijk altijd een maand vooruit de nominaties te zien van de olieliftings. Dus het is eigenlijk niets anders dat al hun klanten moeten ongeveer een maand van tevoren aangeven hoeveel olie ze nodig hebben onder hun contract. Ja, en als ze zien dat daar een stijgende lijn is, ja, dan weten ze dus dat ook daadwerkelijk, hè, dat de olievraag versterkt. Dus dat zijn echt de partijen die weten wat er aan de hand is. Die hoeven niet te gokken, die zien dat gewoon. En die kennis is natuurlijk heel belangrijk. Maar het allerbelangrijkste is dat zij daarmee dus ook echt kunnen gaan sturen. Dus als zij zien dat straks door alle
ontwikkelingen op de beurs daadwerkelijk de economie wordt aangetast, dan zullen zij dat als eerste zien in teruglopende contractuele hoeveelheden in de komende maanden. En ze zullen dan ook naar buiten komen. En ik denk dat dan ook dat gebruiken om hun productie aan te gaan passen naar beneden. Maar tot die tijd moeten we toch nog eventjes, denk ik, een paar weken wachten om te kijken wat nou echt die bodem is in die markt. Want vaak in dit soort paniek situaties schiet je altijd te ver door. En als je dan nu een beslissing neemt, dan heb je de kans dat je weer heel snel terug moet draaien, omdat je te snel conclusies hebt getrokken uit een overspannen markt. Wat je wel steeds vaker ziet gebeuren, en dat heb ik vorige keer ook gezegd, is dat ze uit de VS de druk maximaal op Saoedi-Arabië of de Verenigde Emiraten of andere lidstaten van de OPEC zetten, die druk eigenlijk hoger willen maken, zodat die olieprijs sneller kan dalen. Nou ja, goed, nu zijn ze geholpen door de beurs, het omvallen van wat banken. Maar uiteindelijk, de olievraag wordt natuurlijk gewoon bepaald door de raffinaderijen, die onder andere in China, Verre Oosten, Europa en Amerika staan. En dat staat los eigenlijk van het beurssentiment. Dus ik verwacht dat dat weer naar normale verhoudingen gaat corrigeren. En daarom verwacht ik ook dat die olieprijzen gewoon weer gaan stijgen in de tweede helft van het jaar. Hoe kan je daar nou op inspelen? Afhankelijk van hoeveel kennis je hebt over aandelen en over opties. Wat je zou kunnen doen in deze markt is aandelen schrijven. Dat betekent dat je put-optie verkoopt. Daardoor krijg je nu geld en ga je de verplichting aan dat je op een lager niveau straks, binnen 1, 2, 3, 4 maanden bijvoorbeeld, die aandelen van Shell zou kunnen kopen op 25. Daar ontvang je dan nu geld voor. Alleen moet je dan wel het cash hebben om dat ook te kunnen betalen. Dus het vereist wel, zeg maar, relatief veel cash om dat te kunnen doen. Maar het is wel interessant om goedkoper aandelen te kunnen kopen. Dus als je nog een paar dagen een daling ziet van Shell, dan is dat echt wel interessant. En waarom? Omdat Shell haalt natuurlijk zijn geld voornamelijk uit olie en gas. Nou, we zien dat en de olieprijs echt wel nu richting die bodem aan het zakken is. Natuurlijk kan die nog veel verder wegzakken. Maar een feit blijft wel natuurlijk dat de signalen met de productie erop wijzen dat er niet meer geproduceerd zal worden. Schalieolie kan niet veel verder in productie omhoog, omdat er een gebrek is aan materialen, met name aan die stalen buizen die je nodig hebt, die diep de aardkorst in moeten. Plus het personeel is heel duur. Plus het feit dat de aandeelhouders willen eigenlijk gewoon het geld in cash hebben, zodat ze hun aandelen meer geld worden, omdat ze in 2020 en 2021 zoveel geld verloren hebben, dat ze niet willen dat dat geld weer in productie gaat en op het moment dat die olie weer geproduceerd wordt, dat opeens die markt wegvalt. Ze werden verrast in 2020 en toen is ook de belofte gedaan door die management van die schalieolieproducenten dat ze eerst hun aandeelhouders geld geven en het niet zullen investeren in het uitbreiden van productie. Dat mag alleen als ze, zeg maar, eerst er genoeg aandelen zijn teruggekocht en er genoeg dividend is uitgekeerd. Dus uit de VS gaat die extra productie niet komen. Dan heb je alleen nog kans dat Rusland extra zou produceren. Nou, dat is het tweede gedeelte. Dat is ook zeer bijna niet denkbaar met het vertrek van alle oil majors daar. Met het moeilijk krijgen van specifieke onderdelen, die met hoge kwaliteit gemaakt moeten worden en geleverd moeten worden. De kennis is weg, er zijn een hoop mensen weg. De Russen hebben andere kopzorgen, dus ik denk dat die olieproductie in Rusland eerder tegenvalt dan meevalt. Gaan we nog een stukje naar het oosten, dan krijg je dus eigenlijk het Midden-Oosten. Nou, het Midden-Oosten noem maar eventjes OPEC. En OPEC heeft er totaal geen baat bij dat die olieprijs zakt, want ze hebben ze een groot tekort aan geld. De arme landen sowieso. Er is geen Iran, geen Irak, geen Nigeria, geen land, eigenlijk ook niet Afrika, wat het nu goed doet. Dus je kunt beter die olieproductie knijpen met 5% en daardoor een 20-30% hogere prijs krijgen. Dan meer maken en dan dat de olieprijs zakt van 80 naar 55, wat die gemiddeld over de laatste 20 jaar stond. Dus dat verwacht ik eigenlijk ook niet. En dan heb je als laatste dat China. Ja, die moet aantrekken qua economie. Er zijn gigantische pakketten met geld nu klaar voor de economische consumptie. Die moet, zeg maar, van de consument gestart worden en aangejaagd worden. En het tweede wat aangepakt moet worden in China is natuurlijk de bubbel van het vastgoed. Dat is meer de bubbel van het vastgoed, is gewoon echt geld wat gewoon verloren kan gaan. Het aanjagen van de economie, dat moet ertoe leiden dat mensen producten gaan kopen, van auto's tot duurzame productiemiddelen, tot maakt niet uit, als er maar producten worden gemaakt. En daarvoor is olie nodig.
Dus daarom denk ik dat je aan de vraag-aanbodkant wel kunt verwachten dat de vraag gaat toenemen in 2023. Ondanks dat we nu zeg maar een dip pakken. Dus daarom denk ik dat het ook een mooi moment is om erop in te spelen. Wat je ook zou kunnen doen, is een call-optie kunnen kopen. Dat is eigenlijk het recht hebben om een aandeel op een bepaalde waarde te kopen. Laten we zeggen in dit voorbeeld dat je bijvoorbeeld het aandeel ExxonMobil zou willen kopen. En je koopt een call op bijvoorbeeld 110 of op 100. Dan moet je daar geld voor betalen. En dan mag je bijvoorbeeld als je een call optie december 2023 nu zou kopen. Heb je het recht om dat aandeel te kopen. 101 optie staat voor 100 aandelen. Met één optie heb je het recht om 100 aandelen dan tegen die 110 te kopen. En als de koers dan op 120 of hoger staat, dan kun je dat geld kun je in je zak steken. Het voordeel daarvan is dat je eigenlijk weinig vermogen nu cash in opties hoeft te steken. En daardoor wel een mooie hefboomwerking hebt. Met de opmerking die ik altijd moet maken. Het kan zijn dat je heel de waarde van die optie verliest. Als zeg maar alles verder in elkaar zakt. Maar je kan in ieder geval bij het kopen van de optie nooit meer geld verliezen dan je inlegt. Dus je kan met een heel simpel, je kan één optie kopen. Dat kost je misschien $200 of dan €220. Maakt niet zoveel uit. Maar dat zijn nog bedragen die je kan overzien. En als je eerste optie in het geld in de winst zit, kun je van die winst kan je een tweede optie kopen. En als je dan maar voor jezelf bepaalt wanneer je er weer uitstapt. Wanneer je zegt, ik wil er geen geld aan verliezen. Dan zeg je van, oké, als mijn optie die en die waarde bereikt en het gaat weer zeg maar de verkeerde kant op, dan verkoop ik mijn één of twee opties, sta je weer op nul. Heb je geprobeerd een ritje te maken, is niet gelukt, maar de schade is dan vrij klein. Terug eventjes naar de olieaandelen, naar deze slide. Is het belangrijkste toch dat die oorlog die nu gevoerd wordt nog niet zeg maar beëindigd is. En ik verwacht er ook dat we eigenlijk pas in eind 2023, dan gaan we weer een winter in. Als we daarheen gaan, dan is er één kans nog om vredesonderhandelingen te doen. Halen we dat niet, dan gaan we weer een moeizame winter tegemoet. Ik denk niet dat Rusland het wil eigenlijk en de Oekraïne ook niet. Je ziet uit steeds meer vakbladen, ook met name uit Amerika, dat het toch wel gedrukt wordt om naar die onderhandelingstafel te gaan. En kritische beleggers die zouden er goed aan doen om te kijken of ze in de Washington Post en de CNN dat soort artikelen kunnen vinden. Want het lijkt er toch wel op in ieder geval dat Amerika toch steeds wat minder snel wapens en munitie levert aan de Oekraïne. In ieder geval om veilig te stellen dat er een kentering komt waarbij de Oekraïne zeg maar Rusland aangevallen. Ondanks alle toegezegde materialen. De toezegging van de tanks die ging daarom ook heel moeizaam vanuit Amerika. En moeten toch eerst die Leopard 2 tanks gaan leveren. Dat kost ook nog maanden en maanden. Maar dat duidt er wel op dat we steunen allemaal de Oekraïne. Maar uiteindelijk het grote plaatje is dat Amerika niet wil dat de Oekraïne straks te ver Rusland inkomt. En zo word je dan wel echt meegezogen in een oorlog waar je helemaal niet bij betrokken zou willen zijn. Je bent er wel bij betrokken, maar dan is eigenlijk de beste weg naar de uitkomst is dat allebei de partijen in een padstelling staan. Want als je allebei niks meer te winnen hebt, dan is er alleen nog maar ruimte zeg maar, voor een onderhandelingstafel. Zolang een van de partijen echt aan de winnende hand is, dan gaat niemand naar de onderhandelingstafel, omdat de sterkste partij daar geen zin in heeft. En de zwakste partij zit daar dan alleen en dat is dus ook zinloos. Dus het lijkt erop, in ieder geval de grote lijn is, en dat kun je dus volgen goed in de media, is dat de VS aanstuurt op toch wel vredesonderhandelingen in de zomer. Goed, nou dit was dat plaatje van die reserves die Rusland dan heeft. De 600 miljard, daar gaat 300 miljard is bevroren, 150 kunnen ze verder niet aankomen. Dan blijft er ongeveer 150 miljard over. Daar gaat dan gedeeltelijk per maand ook weer een bedrag vanaf. Dat kan zo'n 10 miljard zijn wat daar afgaat. Nou, dan maken ze een rekensommetje. En dan zouden we met de ouderwetse hogere prijs van ongeveer $80-85 per vat, zouden ze zo'n 3 tot 5 jaar vooruit kunnen. Nou, ik denk, als we kijken nu ook naar de daling van de prijs. En met name dat er ook meer olie wordt verkocht dan gas trouwens. Dat is ook wel belangrijk. Dat als je natuurlijk met een 10% lagere prijs te maken hebt, dan heb je dus ook van je inkomsten gaat er dan ook meteen 10% af. En dat zijn miljarden weer per maand erbij. Dus ik denk eerder dat we, zeg maar, als we het hebben over nu, hoe snel is dat geld op, dat je eerder nu bij 2-3 jaar zit dan bij de 5 jaar. Ja, goed, de vraag is natuurlijk van hoe ver kan die olieprijs zakken.
Het zou zeg maar, stel dat het zakt naar 55, dan nog hebben ze denk ik genoeg tijd om weer alternatieven te verzinnen. En dat zou dan bestaan uit geen staal meer leveren, geen kolen meer exporteren en zo Europa verder onder druk zetten. Dus ik verwacht ook wel dat als die prijsdaling op korte termijn doorzet van olie, dat we gaan zien dat Rusland gaat dreigen met het graanexportcontract niet te verlengen. Met 2 maanden zouden ze verlengen, hebben ze nu gedaan. Maar ze kunnen de rest van 2023 zeggen, daar stoppen we ook mee. Ze hebben nu eenmaal veel kritische materialen. Denk ook aan uranium, wat we nodig hebben voor onze kerncentrales. Dus de vraag is ook of we allemaal blij moeten zijn als dat geld snel opgaat bij de Russen. Want eigenlijk dwingt ze dat weer tot niet-positieve acties richting Europa. Dus dat zouden we niet moeten willen. Oh, ik zie eventjes dat mijn scherm verdwijnt. Even kijken hoor. Wat is er nu aan het gebeuren? Even kijken. Ziet iedereen mijn... Ik denk dat iemand iets aan het doen is. Ziet iedereen mijn berichten? Of want bij mij, ik heb nu even... Is mijn... Iemand zit iets te doen. Even kijken hoor. Scherm delen. Oké. Het lijkt wel of mijn Zoom eruit gegooid wordt. Oké, dit is hersteld. Even kijken wat we nu hebben. Ik ga even opnieuw delen. Even kijken hoor, wat er nu aan het gebeuren is, want ik zie even niets. Nou, goed, ik hoop dat iedereen kan zien wat ik... Ik heb in ieder geval de chat, die is nog aan. Oké, even alles te zien en te horen. Ja, het is altijd een beetje een eenrichtingsverkeer. Ik hoop dat iedereen me nu kan horen, dan ga ik weer verder naar de volgende slide. Want ik werd eruit geknald. Oké, dankjewel in ieder geval. Ik zie dat het goed is. Dit is dus die olieprijs nu, hè. Die stond zeg maar op die 80, we zijn weer terug. En we zien dat die olieprijs zeg maar, altijd tussen zeg maar, die 75 en 80 dollar per vat zat. En als je kijkt, dat heb ik al een paar keer laten zien, hè, die zwarte grafiek is dat als je ziet, begin 2022 was natuurlijk nog geen oorlog. Dan zagen we die prijs omhoog gaan, we zijn nu omlaag en we zijn zelfs nu zeg maar richting die 70, die 72 die ik vorige keer al gezet heb. Dat is eigenlijk bijna... Het dalletje net in het begin, net voor het begin van 2022. En dat ondanks alle inflatie zo. Dus ik ben niet bang dat als die olieprijs gaat stijgen, dat dat niet betaalbaar zou zijn of niet doorbelast zou kunnen worden aan klanten. Dat lijkt me heel erg sterk. Maar de olieprijs staat dus nu absoluut niet hoog. Dat is eigenlijk heel vreemd, want we leven in een situatie waar de OPEC heel krachtig is. We hebben oorlog, we hebben boycott. Op Iran zit een boycott. En toch is die angst er, met name nu door die beurzen, dat zeg maar, die olieprijs niet omhoog kan. Ja goed, een feit is de feit. De markt die wil in ieder geval niet, of de traders, die nemen geen longposities in ieder geval in op olie op dit ogenblik. Dus ja, dan is het maar beter ook te wachten met het kopen van olieaandelen. Maar er komt altijd natuurlijk een punt dat het wel loont en die signalen die zouden kunnen komen. Ik haal het nog even keer door OPEC zelf, dat ze aan gaan kondigen dat ze de productie gaan beperken. De aankondiging zou kunnen zijn dat de problemen met de banken nu geïsoleerd zijn en dat er geen kans is van besmetting op andere banken. En een signaal zou kunnen zijn lagere rentes door de ECB en de Fed. Goed, eventjes dan door. Nou, wat kunnen we hier nou mee? In principe kun je steeds bevestigingen zoeken op die slides, ik ga ze niet opnoemen, van waarom jij vindt dat die olieprijs omhoog moet. Op dit ogenblik is de markt, die kijkt korte termijn, die kijkt alleen maar naar vandaag wat ze willen zien. Dus eigenlijk is het nu een kopersmarkt. Heb je nu aandelen in bezit, dan is het een kwestie van stil blijven zitten. Heb je cash, dan is het denk ik gewoon verstandig dat je eerst die olieprijs laat bodemen en dan heel zachtjes instapt, want de grote verwachting voor de komende jaren is toch dat nog steeds dat we richting die 100 dollar gaan kruipen. Zeker ook als gevolg van de inflatie. En ook het gevolg dat OPEC bepaalt in steeds toenemende mate
hoe hoog die olieprijs gaat zijn. En dat is eigenlijk een gevolg van dat steeds andere oil majors steeds minder olie op gaan pompen. Hè, door de publieke druk, media, activisten, mensen die in de boord ook een wat groenere blik hebben. Die onderinvestering die blijft gewoon doorgaan, omdat je ja, als grote oil major niet negatief in het daglicht wil komen te staan. En daardoor zal er dus eigenlijk, als je de taart gaat verdelen, heel langzaam het schijfje van de OPEC steeds groter worden. En de andere oil majors of nationale bedrijven zoals in Libië, et cetera, die zal relatief afnemen. Nou, die economie, hè, die gaat niet goed. Dat heb ik al denk een week of 3, 4 zo hier staan. Europa kan mogelijk een recessie vermijden. Maar dat betekent dus wel, vandaag ook weer een stuk in het FD erover, hè, dat de kabinetten moeten nu wel op gaan houden met steeds meer geld weg te plukken bij die bedrijven. Nou, ze hebben dat natuurlijk met die extra windfall tax gedaan. Hè. En nu willen ze eigenlijk die emissieprijs willen ze tussen de 100 en de $250 per uitgestoten ton CO2 zien. Nou, dat is dus 2,5 keer zoveel als wat we nu hebben. Ja, en dat kunnen bedrijven kunnen dat gewoon niet betalen. Heel simpel, omdat ze die hogere kosten niet door kunnen berekenen naar hun klanten. Zeker niet in een situatie waar we nu in zitten met de beurzen en het klimaat. Dat bedrijven het gewoon heel moeilijk hebben. Omdat ze uiteraard nog steeds veel geld nodig hebben voor al hun plannen. Maar die rente dus eigenlijk veel te hard omhoog gaat. Waardoor hun winsten eigenlijk grotendeels gebruikt moeten worden als ze die al maken. Om die rentes terug te betalen en dan eigenlijk niet verder kunnen groeien. En durfkapitaal, ja, die hebben hun les ook wel geleerd. Er zijn ook heel veel bedrijven die heel veel in groene energie hebben gestoken. Maar het rendement van die bedrijven, gaan we zo meteen ook zien bij Plug Power, die is er niet. En als je heel eerlijk bent, ook de zonneparken, en dat is ook al in het kabinet is het al besproken, misschien moeten er weer subsidies verstrekt gaan worden om nieuwe windmolens te laten bouwen op de Noordzee. Omdat het gewoon te duur is. Het probleem is natuurlijk met energie, is dat als het te hard waait op de Noordzee, dan waait op andere plekken vaak ook in Europa hard. En er wordt dan veel te veel energie gemaakt op die uren. En eigenlijk krijg je daar dus veel te weinig voor. Dat kan een factor 10 zijn, hè, dat je dus met 20 cent per kilowattuur krijgt bijvoorbeeld op de daluren. En dan bijvoorbeeld 2 euro op de piekuren. Dat is een grafiekje wat ze dan deelden een paar dagen geleden. Maar het is wel verontrustend om te zien dat ja, de toename zeg maar, van wind- en zonne-energie ervoor zorgt dat je eigenlijk heel weinig geld krijgt op die uren dat zeg maar, die zon schijnt of dat die wind waait. Ja, omdat we het niet op kunnen slaan, die energie, loopt het gewoon weg, hè, omdat de netwerken het niet aankunnen. En dat zorgt er dus voor dat degene die zo'n windpark moet gaan neerzetten, ja, die moet die lagere opbrengsten wel meenemen. En ja, het risico hè, van die prijsfluctuaties, die moeten ook nog eens een keer meegenomen en doorberekend worden. Ja, is dat eigenlijk de terugverdientijd van die molens in combinatie met meer prijzen voor koper, voor staal, allemaal omhoog gaat. Dus eigenlijk de productprijs van een windturbine gaat omhoog en de opbrengsten die gaan laag. Dus ja, daar hebben heel veel investeerders hebben daar nu last van. En die staan ook niet te trappelen om steeds meer windparken te gaan bouwen. Dus daarom is ook het kabinet weer bezig om te kijken of daar een nieuwe ronde met subsidies nodig is. Nou, in China, ja, daar gaat het nog niet goed. Hè? Tot de januari, februari cijfers waren slecht. Maar we moeten ook wachten gewoon even tot april en mei of we kunnen zien dat die negatieve trend gekeerd is. Ook daar kun je zeg, kritisch zelf wel een vinger aan de pols houden door te kijken wat de scheepvaartbedrijven zeggen en dan met name de containerscheepvaartbedrijven als Maersk, hè, dat is een hele bekende, die hebben eigenlijk een goede website, die hebben ook, zijn ook vrij open in hun communicatie en je kunt daar zien wat hun verwachtingen zijn voor de tweede helft van 2023. Tot nu toe hebben ze gezegd van nou, we zien nu nog niet echt een hele grote kentering. Maar we verwachten wel dat de grootste dalingen achter de rug zijn. Nou, op het moment dat de economie in China toeneemt, dan moeten er dus ook meer containers met producten richting Europa en de VS. En dan met de bestaande vloot aan containerschepen zou dat moeten betekenen dat de vraag naar containerschepen omhoog gaat. Hè? En ook dat de vrachttarieven beter worden. En dat zou zich dan moeten resulteren in uitspraken van die containerbedrijven, die shipping lines, dat ze verwachten dat het tweede kwartaal beter wordt, het derde kwartaal weer wat beter wordt en zo. Dus ook kan je zo zien of ook inderdaad het aantal producten, containers toeneemt, daadwerkelijk, vanuit China naar VS en Europa. Want wat je niet wil horen is dat er allemaal goede cijfers zijn,
maar dat geen impact heeft op de olievraag. Hè. Je kan natuurlijk heel veel olie kopen, maar als dat allemaal in je strategische reserve gezet wordt, hè, wat China natuurlijk ook in 2020 heel slim gedaan heeft, dan heb je daar niks voor aan de economie en dat gaat ook in principe de olieprijs niet heel erg ondersteunen. Het moet echt, olie moet omgezet worden in andere producten. En daardoor creëer je weer nieuwe vraag naar olie. Als je olie natuurlijk gaat opslaan, dan op een gegeven moment is je opslag vol. En dan krijg je juist het tegenovergestelde. Dan gaat de olie nog verder dalen, omdat op een gegeven moment er een koperstaking komt. Nou, in de VS, hè, daar ging het goed. Nou, moeten we nu eventjes kijken van wat daar nu gebeurt met die... Met die banken en zeg maar de renteverhogingen. Maar op zich is er natuurlijk een hele gespannen arbeidsmarkt. En zou die dus gewoon die hogere rentes kunnen dragen? Want immers de kans dat mensen ontslagen worden is niet groot. Omdat er zo tekort is aan mensen. Maar nu blijkt dus dat die pijn er is. Dus ja, we zijn heel erg benieuwd eind van deze week wat de ECB en de Fed over gaan zeggen. De energiekosten, hè, die zijn lager. De olieprijs. Die gaat lager. De gasprijs kom ik zo meteen nog eventjes op terug. En elektra, ja, hangt ook een beetje af, hè, van wat de nucleaire centrales allemaal opwekken. Hoeveel wind er is. En natuurlijk ook gewoon hoeveel vraag er is. Ook met de kou is het met name gas, zeg maar. En elektriciteit wordt meer bepaald door de industrie, hoe goed die loopt. Dus elektriciteitsvraag is altijd wat minder goed te voorspellen. En zeker, zeg maar, ook met de invloed van wind en zon wordt het steeds lastiger om dat in te schatten. Maar per definitie wel zijn de elektriciteits-, olie- en gasprijzen veel lager dan de industrie gevreesd had. Dus wat dat betreft is dat wel een goede ontwikkeling voor de economie. Maar ja, de laatste zin, dat kan niet beter gezegd worden, denk ik, is dat we leven tussen hoop en vrees. En op dit ogenblik zitten we misschien zelfs gewoon dicht bij vrees. En dan gaan we kijken de komende dagen hoe de beurs zich verder gaat ontwikkelen. Dat zal ook wel weer impact hebben op de olieprijs. Gaat de AEX weer omlaag, dan zal die olieprijs weer zakken. En vice versa, als de besmetting van de banken mee blijkt te vallen en de Fed aangeeft dat ze in kleinere stapjes en minder hoog de rente wil verhogen, dan zullen we een herstel zien van de Dow en de AEX. En dan ben ik overtuigd dat de olieprijs ook weer meegaat. Nou, de oliehandel, het enige wat ik hier van die slide, wat belangrijk is voor de mensen die misschien vorige week er niet bij zaten, zo, is dat oliehandel bestaat uit een fysiek gedeelte. Dat zijn de mensen erachter, nou, de rijen, de echte inkopers, hè, die boten boeken en de olie. Hè, of samen in één keer de olie en de boot boeken, meestal doen ze dat. En die markt is heel erg groot. En van die markt, hè, waar we dus die 100 miljoen vaten bedacht, die worden natuurlijk allemaal verscheept. Die gaan tussen kopers en verkopers. Is er ook een papieren markt. Nou, heel die oliehandel, hè, die wordt geschat op 2,7 biljoen dollar. Dus dat is enorm groot. Dus als je de olieprijs ook ziet gaande met 4% omhoog, 7% en dan weer. Dat komt niet eigenlijk doordat de kopers en verkopers opeens heel anders denken over de olieprijs of de vraag. Maar het zijn met name die handelaren die hele grote pakket opeens de markt opduwen. Ja, en die zetten de markt dan heel snel in beweging. Hè. Het kan best zijn dat in de papieren handel de olieprijs, ik zeg maar, 80 doet. Terwijl eigenlijk in de gewone markt je helemaal niemand krijgt die voor zo'n prijs wil verkopen. Dus ze gaan normaal gesproken altijd wel naar elkaar toe. Maar je zal zien in momenten dat dat echt hectiek is, dat de kopers en de verkopers, de spelers in de fysieke markt, zich niet gek laten maken en gewoon eventjes pas op de plaats houden. Terwijl die papierhandel, die blijft doorgaan, hoe groot de gekte ook is, tenzij de beurs ingrijpt, hè, doordat er te grote schommelingen zijn. Nou, laten we even kijken dan bij die aardgas. Hè. Wat gaan we daar meemaken? Het verhaal was natuurlijk altijd van, nou, er is geen Russisch gas. We moeten straks allemaal bij gaan kopen. Dan komt China erbij. Nou, als China erbij komt, dan gaat de vraag nog eens keer meer stijgen. Nou ja, dat is inderdaad een feit. Maar goed, met de huidige ontwikkelingen is alles een beetje op stil komen te zitten. Geldt het nog van wat ik gezegd heb vanaf januari? Nou, eigenlijk is mijn mening niet heel veel veranderd, eigenlijk helemaal niet. Is we begonnen met $4 ongeveer per miljoen BTU in januari en we zijn toen langzaam gaan zakken. En ik heb toen gezegd, nou, misschien is het handig dan in kwartaal 2 wat plukjes LNG te gaan kopen. Nou, wat is het verhaal daarachter? Ik heb het in het rood gezet. Hè. We zien dat we van die 4 naar 3 naar 2, even een dipje rond half februari, hè, rond die $2 per miljoen BTU. Toen werd het koud in de VS, gingen we weer omhoog. En nu zijn we weer aan het dalen. Nou, ik zal even snel even kijken waar we gisteren dan zijn gesloten. Ik ken niet alles uit mijn hoofd, maar even kijken, dat is een andere app. Dan zitten we op de, nou, 2,51. Dus ja, we zitten nog steeds rond die 2,4, 2,5.
En mijn verwachting is dat die aardgasprijs ook daalt. A, ook gewoon met de beurs mee, gewoon sentiment. Ten tweede, Europa heeft volle voorraden, dus die gaan nog niet inkopen. Er is ook afgesproken dat ze gezamenlijk aardgas gaan inkopen. En dat gaat pas in april, mei gebeuren. We zitten nu pas in maart. Dus ik verwacht dat het 6 tot 8 weken, dus de komende 2 maanden, dat er nog niet veel druk zal zijn vanuit Europa om LNG in te kopen. Zeker nu ze ook zien dat die trend omlaag is. Nou ja, als je een slimme inkoper bent, dan ga je niet, wanneer een markt naar beneden staat, ga je al zeggen dat je bijvoorbeeld 10 schepen wilt kopen voor oktober, november. Nee, want dan jaag je de prijs omhoog. Wat je dan doet, je koopt stiekem hier een partijtje, dan is stiekem daar een partijtje. En dat doe je eigenlijk over de weken heen. Hè, zodat dat je niet laat weten hoeveel je direct gaat kopen en wanneer. Want dan gaan traders posities innemen. En vervolgens gaan die traders natuurlijk dan die prijs hoog proberen te houden. Krijg je allemaal spelletjes. Is niet in het voordeel. Dus wat werkt wel in het voordeel van Europa? Dat ze nu gezamenlijk inkopen. Dus dat is meer gas in het totaal. Dus ze kunnen een grotere korting krijgen. Ja, dankjewel Hans. Dus het voordeel is dat je dus als je grotere hoeveelheden koopt, dat je een lagere LNG-prijs kan krijgen. Je kunt dan ook betere vrachttarieven kijken, want je krijgt dan bijvoorbeeld een onderhandelingscontract met een bepaalde shipowner en je zegt niet, ik neem niet bijvoorbeeld 1 boot voor 1 maand van je af. Nee, ik neem 1 boot voor de rest van het jaar voor je af en die boot gaat dan 1 op en neer pendelen tussen bijvoorbeeld de VS en Europa. Dus dan krijg je ook een lager vrachttarief. En zo kun je dus inderdaad lagere aardgastarieven krijgen. Niet alleen als inkopen, maar ook natuurlijk richting jouw bedrijven en je consumenten in jouw land of in Europa, als je het wat breder bekijkt. Dus op zich is het heel goed dat je niet vertelt aan de markt wanneer je gaat kopen en hoeveel je gaat kopen. Nou, hoeveel, dat weten ze nog niet, want de winter is nog niet voorbij. Dus dat zal pas in april, midden april, eind april, hebben ze echt een goed inzicht van hoe ver hun voorraden ondergronds allemaal gevuld zijn. Vervolgens gaan ze al die voorraden bij elkaar neerleggen en gaan ze kijken wat hun verwachte aardgasvraag is richting einde 2023. En dat stuk wat ze dan missen, plus zeg maar het stukje wat ze hun voorraad moeten aanvullen, dat gaan ze dan in blokken over de maanden verdelen en gaan ze dan inkopen in die markt. Maar de 6 tot 8 weken van nu verwacht ik dat er nog niet veel in gebeurt. En omdat er een overschot aan LNG is in de VS en er geen vraag is of nauwelijks extra vraag is vanuit het Verre Oosten en Europa, zie ik daar ook geen druk op die LNG-prijs die het omhoog kan zijn. En ik had een plaatje daarvan, dan moet ik eventjes kijken waar dat zit. Ja, dat is hier. We zien hier de prijzen, dat was ongeveer 55 euro per megawattuur. Dat was een paar weken geleden. Dat was ongeveer een plaatje van midden februari. En we zijn een maand later. En we zien nu, dit is dan het grafiekje rechtsonder. Dat was de grafiek van 2 dagen geleden, zaten we op die 50 euro. Dus we blijven en we zitten nu nog steeds op die 50 euro per megawattuur. En dat is eigenlijk best wel een redelijke prijs als je in ogenschouw neemt dat Rusland helemaal weg is gevallen als leverancier en we zitten in de winter. En het is maar 2,5 keer de normale, zeg maar, gasprijs. Dus dat valt heel erg mee. En dat is dus ook de reden dat de prijs, waarom ik verwacht dat de aardgasprijs ver omlaag gaat in de VS, is omdat in een periode van kou die we toch hebben gehad over de afgelopen weken, als dan de gasprijs nog niet eens een 5 euro per megawatt schommelt eigenlijk, dan betekent dat de kopers heel erg relaxed zijn en niet bang zijn voor een 1 of 2 of zelfs een week kou. Ze hebben genoeg onder contract. Ze zien ook dat er genoeg handelbaar is, volume. Er is genoeg aan handelsvolume beschikbaar om snel nog even wat ontbrekende uurtjes in te moeten kopen op die beurs. Nou ja, goed, dat betekent dus ook dat ze zitten niet te wachten op grote LNG-schepen, wat ik al verteld heb. En daardoor zullen dan ook de verkopers in de VS, de producenten van aardgas in de VS, lokaal moeten zoeken naar kopers. Nou, en dat geeft dan een druk op de prijs, ook omdat in de VS een milde winter hebben gehad. Dus die zullen ook, de kopers zullen zeggen, ja, kom maar met de lagere prijs, dan wil ik wel over nadenken, want alternatieven in Europa en de Verre Oosten heb je nu nog niet. En straks is het zomer, dan gaan jullie met al jullie LNG richting Europa en Verre Oosten. Ik wil mijn tanks wel vullen met aardgas, maar dan moet het wel goedkoper zijn. Nu ben ik aan de beurt. Dus daarom verwacht ik dat die aardgasprijs ook nog wel een behoorlijk dipje kan maken. Oké, bij Jozef, ja, Shaft zit erop. Ja, jongens, lunch zit erop. Nou, bij ons ook eindelijk. We zitten nu op nog 10 minuutjes. Dit zijn die heb ik al een paar keer laten zien. Aardgas, even de conclusie gewoon. En dan ga ik nog even over Plug Power.
De aardgas is gewoon afhankelijk van de rest van de winter. Dat wordt bepaald in oktober, december, zeg maar hoe koud het is aan het eind van dit jaar. Er is nu gewoon geen tekort. Wat ik al zei, volume niet sterk in het Verre Oosten, ook niet in Europa. Het kan naar Europa, maar niet nu. Dat gaat pas over 2-3 maanden gebeuren. En wat ik al gezegd heb, wat goed is voor de bedrijven en consumenten in ieder geval, is dat die lagere aardgasprijs, daar gaan we in ieder geval voordeel van hebben. De lagere vrachtprijs die er nu ook is, zeg maar, daar gaan we ook voordeel van hebben. Dus in principe is het wel goed nieuws voor de economie. En dat zou uiteindelijk weer goed nieuws moeten zijn voor de aandelenkoersen. Want als bedrijven te maken hebben met een goede energiekostenstructuur, dan kunnen ze ook hun winsten gewoon maken op hun producten. En dat was natuurlijk de afgelopen paar maanden, kwartalen zelfs, een probleem, is dat de energieprijzen eigenlijk ervoor zorgden dat ze weinig winst maakten. En dat is in ieder geval met de huidige scenario, ziet dat er een stuk beter uit. Goed, dan de rest is een herhaling van zetten, dat hebben we gehad. Nou, terug naar Plug Power eventjes snel dan. Goed, waarom is het zo belangrijk om naar grafieken te kijken? Nou, daar heb ik dan het aandeel Plug Power nu maar eventjes voor genomen. Vopak kunnen we het andere keer ook over hebben. Maar waar het mij even om gaat is van, ook in deze hectische beurs, zeg maar, is dat soms een lijntje trekken helemaal niet zo onverstandig is. Het eerste lijntje wat je kan trekken natuurlijk is over de pieken en de dalen. Dan krijg je een trendkanaal. In dit geval heb ik alleen de bovenste lijn, de rode lijn, over de pieken laten lopen. Om te kijken van, kan het weer uitbreken? Nou, je ziet in een patroon waar zeg maar de top, waar je mee begint, waar ik met mijn cursor zeg maar nu over de hoge piek beweeg, hè, richting die $68, dan zie je, die zakt weg. Krijg je een piek bij 44, eerste blauwe lijn, krijg je weer een piek, hè, bij 30 lag die ongeveer, tweede, botst die weer op die rode lijn, en zo blijft hij maar botsen. Dus dat betekent dat je een neerwaarts trendkanaal hebt. Nou, dat hebben we, als je dat bekijkt, zeg maar op een wat langere tijdsframe, dan kan je gewoon kijken van waar ligt nou het echte dal op een bepaald moment. Nou, je ziet dat zit bij die paarse lijn, dat zat ongeveer op zo'n $13. Dus ja, dan is het belangrijk om te zien, hè, of daar steun is. Want wil je nou Plug Power kopen, ja, dan moet hij wel eerst een paar keer opveren. En dan zeg maar, moet hij eigenlijk die blauwe lijn, die moet de 200-daagse gemiddelde, die paarse lijn moet hij gaan doorsnijden. Nou, dat is ongeveer bij de $18. En pas dan genereer je eigenlijk koopsignalen. Dus daarom heb ik altijd gezegd, wacht nou tot die echt herstelt tot boven de 18. En ga niet kopen wanneer die opveert van 13 en 14 en 15. En dan massaal instappen, want dan kan die nog terugvallen. Nou, als je dan nog een keer dat zo uitzet, dan zie je, heb ik ook gezegd, eerst moet die $18 doorgebroken worden. En ik heb een paar weken gezet, hier staat dus een kopietje. Bandbreedte is 9 tot 12. Dit was denk ik eentje van 3 weken geleden. Nou, vorige week, toen hebben we gekeken waar ligt dan die koers. En dan nogmaals heel simpel door de grafiek te bekijken. Je maakt eventjes een rondje bij de piek. Ga je wat verder door de piek. Volgende piek even een rondje. Piek, piek, piek. En je ziet dan gewoon steeds dat de opvolgende piek steeds lager ligt dan de vorige pieken. Dus dat betekent dat je in een downward trend zit. En hier zie je bijvoorbeeld mooi dat 23 februari eigenlijk een beetje op 28 februari, zeg maar, eigenlijk ietsje boven die 23. Dus dat is de eerste keer dat die, zeg maar, erboven. Nou, dan moet je niet meteen gaan kopen, want je moet dat echt wel een paar keer moet dat bevestigd worden. Dat die echt dan, zeg maar, ruim weer over die piek gaat die daar ligt. En dat moet meer zijn dan maar even zeg $0.50. Dat is echt te weinig. Dus ik zet dan even een stippenlijntje neer. Zeg van, oké, nou, dit was, zeg maar, de piek nog voor die 23ste. Dus ik kijk gewoon één piek terug. En daar zet ik een lijn. Ik zeg, en daar moet je echt doorheen voordat ik echt kan spreken dat de trend zou kunnen gaan veranderen. En dan blijft nog steeds die $18 blijft staan. Want dan ga je echt in een opwaartse trend. Maar hier zou je kunnen zeggen dat er een bodem gevormd wordt als die weer zeg maar richting die $15-16 zou gaan. Maar goed, kijken we dan nu naar het scenario. Dan zitten we dus bij een range van 19-12. Ik had een kopietje. Even kijken. Nou, die heb ik dus niet. Maar kijken we nu even naar de actuele waarde, ga ik even daar kijken, van Plug Power. Dat is dit ogenblik, hij gaat natuurlijk zo meteen open in de, even kijken, 12,16. Oh, dus het is wel de actuele, dus het is wel de goede grafiek. Hè? Dus we zien nu dat het dal eigenlijk van nu precies zit bij de paarse lijn die we ook hadden begin 2023. Dus je ziet waar ik mijn muis beweeg, er staat zo sell exit, maar hier, je ziet echt gewoon boven 2023, daar zie je echt de eerste keer dat hij die paarse lijn aantikt. Hè? Dus toen heb ik die lijn ook getekend natuurlijk, dat is geen toeval toen hier.
En je ziet nu dat die daar net onder begint te gaan. Dus wat is dan de conclusie eigenlijk als je zo'n grafiek ziet, even los of nou Plug Power is of een ander aandeel, dat je eigenlijk nog niet moet bijkopen, dat nummer één, want die blauwe lijn moet eerst door die paars heen gaan snijden. Dus dat is wat ik je al zei bij dit desbetreffende 18. Dus of die nou opveert naar 13, 14, 15, 16, 17, eigenlijk is dat nog geen moment om in te stappen. Je kan beter die eerste paar 4, 5 dollar laten liggen en dan vervolgens echt omhoog gaan. Die kans is dan vele, vele malen groter. En ten tweede, wat nu ook niet handig is, hij zakt onder de bodem hier. Dat is een slecht signaal. Dus de kans is ook nog heel goed aanwezig dat die koers verder omlaag zakt. Je ziet dat ook, het is natuurlijk in het klein hier nu. Maar als je kijkt vanaf, nou, laten we zeggen februari, maart, zeg maar de top van het grafiekje, zeg maar, daar zat je op 17,5. En dan zie je elke keer dat hij een bal pakt, dan zie je dat hij even een heel klein beetje herstelt, maar dan zakt hij vervolgens weer weg. En dan blijft hij een beetje zijwaarts bewegen en dan zakt hij steeds verder weg. Dus elke keer is de laatste piek lager dan de voortgaande pieken. Dus dat geeft heel duidelijk aan dat er een sprake is van een neerwaartse trend. Nou, dan kun je het nog even hebben over wanneer zou ik dan moeten oppakken. Nou, ik denk dat die 9 tot 12 range een mooi moment is om eigenlijk op te pakken als je nog niet in die aandelen zit. Dan zou je heel voorzichtig kleine posities kunnen gaan kopen. Maar geen grote posities. Als je echt serieus wil gaan inkopen, dan blijf ik zeggen, dan moet je wachten eigenlijk tot die door die 18 dollar heen breekt. Zelf denk ik dat ik wel richting die 9 in wil kopen. Dat heb ik al een paar keer gezegd. Waarom bij die 9 wel? Omdat, dat is een calculatie van 2 maanden geleden, maar zoveel zal er niet veranderd zijn, denk ik, in het bedrijf. En met hun bezittingen is dat als Plug Power al zijn bezittingen zou verkopen en wat die aan waarde in de boeken heeft, hè, de zogenaamde intrinsieke waarde. Dus je zou echt het bedrijf helemaal uit elkaar strippen en alles los verkopen, dan zou je op een waarde komen die ongeveer overeenkomt met 9 dollar. Nou, dat kan ook 8 zijn, het kan 7,5 zijn, hè, maar dat zijn wel niveaus waarop je echt zou willen kopen, kleine posities. En wat ik je al zei, je koopt bijvoorbeeld of een optie, een call optie, of 1 of 2 of 3 aandelen. En je gaat dan pas bijkopen elke keer dat je eerste aandeel in de winst staat. Dus ik besef heel goed dat ik 2 verschillende dingen zeg. A, zeg ik, als je groot wil instappen en nog geen posities hebt, dan ga je pas op die 18 dollar inkopen. Wil je gewoon kleine ritjes mee naar boven maken en je wilt toch een beetje, zeg maar, al je portefeuille voor 2003, 2024 gaan vullen, dan zou ik gewoon wachten tot we, zeg maar, richting die 19 dollar zijn. En dan gaan we nog eens een keer naar die grafiek kijken. Want uiteindelijk is het wel zo dat de intrinsieke waarde van een aandeel, wat niet makkelijk is om te bepalen, dus ik ga ook af dan van meerdere informatieverstrekkers en financiële rapporteurs erover. Maar een intrinsieke waarde, daar kan een aandeel in principe niet heel veel en niet heel lang onder blijven. En Plug Power is nog steeds nummer 1. Waterstof wordt steeds belangrijker. Alleen het sentiment zit gewoon nu heel erg tegen. Nou, en daar mag je dan dankbaar gebruik van maken als je daar nog niet in zit. Mocht je wel al aandelen hebben, ja, dan is het toch altijd heel lastig om, zeg maar, je gevoel te onderdrukken om extra bij te komen om je gemiddelde prijs zeg maar te laten stijgen. Maar ik zou voor die mensen die echt al aardig wat zitten hebben van hun geld in Plug Power, echt wachten tot je weer boven die 18 dollar komt. Het kost je gewoon tijd, maar dat gaat dan wel gebeuren. En dan kun je beter, wanneer je boven die 18 dollar zit en in het opwaartse trendkanaal zitten, dan gaan bijkopen. Want waarschijnlijk heb je gekocht op, nou, ik schat zo in, tussen de 25 en de 35 dollar. Heb je dat niet gedaan, dan heb je sowieso al een positie die uiteindelijk wel weer in de plus gaat draaien. Heb je aandelen, zeg maar, gekocht rond 30, 35. Ja, dan als je op 18 straks weer bij gaat kopen, ben je ook aardig aan het middelen. In deze onzekere tijd, zeg maar, waar je ook ziet, zeg maar, dat die grafiek gewoon onder die paarse lijn loopt en je zit in een neerwaartse trendkanaal, gewoon op je handen blijven zitten. En we houden het elke week even in de gaten of er nou een signaal is of een rapportage vanuit Plug Power dat ze betere 2023 resultaten gaan verwachten. Of dat ze bijvoorbeeld hele mooie contracten hebben afgesloten, zoals onlangs. Dat ze dus de elektrostacks mogen leveren aan de waterstoffabriek op de Maasvlakte. Nou, dit was eigenlijk eventjes een beetje wat ik met jullie wilde delen. De beurs is hectisch genoeg, dus mensen die zich vervelen, die kunnen aan de handel.
voor alle mensen die het nu nog niet weten, zeg maar, hè, dat Groene Winst, dat is echt een boek wat je helpt, zeg maar, om te begrijpen wat er allemaal op ons afkomt. En het gaat ook over olie, gaat ook over kolen, LNG. Dus in ieder geval wel voor je algemene ontwikkeling en inzicht in wat er op ons af gaat komen, echt wel het lezen waard. Ik heb een stukje ook in de laatste 10, 15 bladzijden gaan over beleggen specifiek in dit boek. Dus dat kan je ook helpen. En voor de rest eigenlijk ben ik gekomen nu aan het einde. Als jullie nog vraagjes hebben, kan je ze nu aan mij stellen in de chat. Dan ga ik ze even beantwoorden. Ik kan me voorstellen dat jullie ook nu, zeg maar, eventjes in deze hectiek de beurs even laten voor wat het is. En vanavond even kijken hoe nou het uitgepakt heeft. We gaan over een 2 uurtjes openen. Is dat waar? Ja, inderdaad, over 2 uurtjes openen in de VS. En dan gaan we volgende week eens eventjes kijken wat dat voor impact heeft. In ieder geval bedankt in ieder geval voor het kijken. Heel veel succes met beleggen, met je werk. Geniet lekker nog eventjes van je lunch. En tot de volgende keer. En zoals je weet, Harm die gooit ook deze nog eventjes op de mijnbeleggen.com. Dat je hem rustig kunt nakijken. Dat was het voor vandaag. En tot de volgende keer.